Scholenstichting Oeverwal wil verduurzamen. Daarom gaat de organisatie met scholen in onder meer Beuningen, Ewijk en Winsum zonnepanelen plaatsen op de daken van de scholen. Te beginnen met basisschool De Wegwijzer in Winsum. Daar werden 105 panelen op het dak geplaatst. De zonnepanelen leveren niet genoeg op energie voor de hele school. Over het jaar heen wordt er iets minder stroom opgewekt dan dat er verbruikt wordt. Maar de school is wel uniek in deze zin, omdat er ook een warmtepomp aanwezig is. Die warmtepomp zorgt er ook weer voor dat het op een duurzame manier de warmte opgewekt wordt in de school. Nou, de wegwijzer is inmiddels gedaan. Alle zonnepanelen liggen op het dak. De volgende stap is de tweede school van Stichting Oeverwal aan te pakken. En dat gaat gebeuren in het voorjaar van 2018 ongeveer op de Vuurvlinder in Beuningen.